Live vanuit Frankrijk, dit is Radio Alpe d'Huez. Kom op jongens, tandje erbij! Nou, volgens mij een van de thema's van deze week. Nothing's kan een stap als nou. Van Starship, ja, absoluut. Zo, goedemorgen Hans, welkom. Ook namens het team van Radio Alpe d'Huez. Hans is bij ons aangeschoven om deze week mee de programma's te gaan maken. En we gaan heel veel live programma's maken. Maar laat ik in ieder geval eerst even mijn dank uitspreken aan collega Marco Verhoef. Want die was er vroeg bij vanochtend, hè? Die was wel heel vroeg geweest. Ja, die was heel vroeg. En kijk eens naar buiten allemaal, als je op de Alp bent althans, op de Alp bovenop Alpe d'Huez. Kijk eens naar buiten, want het is opnieuw stralend weer. Net als gisteren overigens. En dat belooft nog wat, in ieder geval van vandaag. Ik ben wel benieuwd wat het weer de komende week gaat doen. Maar ja. Volgens mij hebben we Marco daar. Daar hebben we Marco voor. En wacht, ik zal meteen even met de deur in huis vallen. We hebben namelijk natuurlijk weer de socials live. En we hebben onze WhatsApp openstaan. Dus je kunt je melden via WhatsApp als je vanuit Nederland dat wil doen. Dan doe je 085-047-0677. Dat is 085-047-0677. En ben je vanuit Frankrijk en wil je via de WhatsApp je melden, dan kan het met een berichtje, maar ook met een gesproken berichtje. Dat is ook leuk. Dat is 0031 uiteraard. En dan 085-047-0677. En dan gaan we ook nog even snel doornemen wat we dit uur gaan doen, Hans. Want we zitten meteen in het eerste live uur al helemaal vol. We ontmoeten straks Marco van Nassau en Henk Schobbe. We hebben Henry Stolp en Steven Stolp hier in de studio. En later in de loop van de ochtend hebben we ook nog een deelnemer en hopen we onze voorzitter hier te ontmoeten bij Radio Alpe d'Huez. Kortom, blijf gewoon luisteren, want er is heel veel informatie en natuurlijk leuke muziek.